Nou, welkom bij een nieuwe video van Woetroe. Even een ander soort video dan dat ik gewild had. Alleen ik vind het toch wel belangrijk om het met jullie te delen. Een tijdje even afwezig geweest op social media, YouTube, Instagram. Allemaal even wat rustig aangedaan. Ik heb vorige maand heb ik een controle MRI-scan gehad, begin juni. Dat heb ik ook gedeeld op mijn social media. En dat was de controle nu 2 jaar na de operatie van mijn tumor van 5 centimeter die uit mijn ruggenmerg is gehaald. Ik voelde me eigenlijk heel erg goed. Ik was lekker aan het trainen in de sportschool. Ik had alle vertrouwen in mijn lijf. Ondanks dat ik wist van dat er al nog wel steeds één hele kleine tumor nog aanwezig was in mijn zenuwbaan. Maar werd ik 2 weken na de MRI-scan werd ik gebeld door mijn behandelende chirurg. En die gaf te kennen van op de plek waar geopereerd is, is niks gevonden. De hele kleine tumor die al 2 jaar zichtbaar was, die is voor de rest ook niet echt heel erg gegroeid in de afgelopen tijd. Alleen, er is wel een nieuw plekje ontdekt ter hoogte van mijn heilige been. Dat is ongeveer 8 mm. En daar schrok ik heel erg van. Omdat ik juist heel erg goed gevoel had weer in mijn eigen lijf. En lekker aan het trainen was. Lekker weer in het leven stond. Alleen blijkt nu dus van dat er toch weer iets nieuws is gevonden. Nu is dat niet meteen heel erg veel paniek. Want ik moet nu over een half jaar terugkomen in plaats van een jaar. Om te kijken van hoe dat plekje zich heeft ontwikkeld. Alleen, het was wel weer een flinke klap voor mij. En het is een soort van déjà vu vergeleken met 2 jaar terug. Want ook in die periode was mijn vriendin hoogzwanger, is nu ook hoogzwanger. We kwamen net uit een verbouwing, nu komen we net uit een verhuizing en een verbouwing. En ja, het lijkt zich op die manier een beetje te herhalen. De 2 weken die daarop volgden van de nieuwe diagnose, zat ik er wel eventjes doorheen. Ik had eigenlijk niet zoveel zin meer om dingen van mezelf te laten zien. Ik was een beetje in mijn eigen tunnel, in mijn eigen schulp gekropen. Om gewoon heel erg te focussen dat ik er niet aan onderdoor ga aan dit nieuws. Want het is, kan je zeggen, wel weer een hele erge klap. Omdat het iets is waar je niks aan kunt doen. Ik heb het ook gevraagd aan de chirurg, van hoe komt het nou van dat er weer iets aanwezig is. Ik zei, het zou kunnen zijn dat het aanleg is. Ja, daar ben je dan mooi klaar mee. En over een half jaar is het toch wel weer spannend hoe zich dat heeft ontwikkeld en wat daaruit mogelijk voor handelingen aan gedaan kunnen worden om het hopelijk op te lossen of dat het gewoon blijvend gecontroleerd moet worden. Ik had echt wel die 2 weken tijd nodig om mezelf te herpakken, om vooral mentaal mezelf stabiel te houden. En ik heb daarvoor weer een bepaalde veranderingen toegepast in mijn eigen leven, waardoor ik mentaal gewoon stabiel blijf. En dat zijn onder andere dingetjes als helemaal geen alcohol nemen. Ik ben eventjes niet meer aanwezig op feestjes. Focus gewoon even op mezelf, op mijn familie, op mijn gezin. En ervoor te zorgen van dat ik dit half jaar even goed doorkom. Ik voel me juist heel erg op mijn plek wanneer ik weer lekker aan het sporten ben. Sporten is in die zin een soort van middel om te controleren van dat mijn lijf gewoon goed functioneert. En dat heb ik nodig om mijn focus goed te kunnen houden. Ik heb gemerkt in de afgelopen 2 weken dat ik er even goed doorheen zat. Van dat je echt allerlei pijntjes en gekke dingen gaat voelen. In mijn hoofd, in mijn rug. Je gaat je te veel focussen op dat soort dingen waarvan je denkt van zou dit wel goed zijn? Of zou daar iets groeien? Of zou daar mis zijn? Je raakt in een hele negatieve spiraal. En dan zoek ik heel erg naar middelen, manieren om die focus en die stabiliteit mentaal weer terug te krijgen. Zoals ik zeg, geen alcohol, op tijd naar bed. Ik ben weer veel boeken gaan lezen, veel over psychologische aard. Om te kijken van hoe ik mijn beste kan focussen. En het klinkt misschien heel gek, maar die periode van 2 jaar terug, waar ik echt door een diep dal ging, was een hele nieuwe situatie. En toen ik het nieuws hoorde van die
nieuwe constateringen in mijn rug. Toen had ik eigenlijk eventjes minder grote heftige schok dan dat ik 2 jaar terug had. Omdat je toch een soort van weet van wat voor situatie je in begeeft. En toch een beetje weet van wat misschien komen gaat. Ja, het is heel gek, maar het is ook een soort ervaring waarmee je leert omgaan. Maar nu zit ik er weer lekker in. Ik heb misschien 1,5 dag heb ik even vrijgenomen van werk destijds. Maar ik heb het leven zeg maar gewoon weer opgepakt. En ja, ben nu nog meer gefocust op mijn eigen lijf. Het lekker kunnen sporten, lekker kunnen trainen. Leuke dingen doen met familie, met het gezin. En het oppakken van YouTube-video's heb ik ook weer geactiveerd. Er komt weer een mooie reeks aan met hele mooie afleveringen van Kapot Sterk Met. Ik heb bepaalde business ideetjes voor mijn website kapotsterk.nl. Bij de begeleiding van mensen waar kanker is geconstateerd om sterker hun behandelingen in te gaan en sterker eruit te kunnen komen. Ik vond het in het begin eerst even moeilijk om daarmee weer aan de slag te gaan. Omdat je toch zelf heel erg aan het stoeien bent met je eigen situatie. Maar ik ben van mening, als je gewoon focust op de positieve dingen in het leven, dat je je ook veel lekkerder voelt. In plaats van dat je je terug gaat trekken in je schulp, niet in de buitenwereld durft te komen en alleen maar wil gaan denken aan pijntjes in je lijf, dan voel je die pijntjes ook en dan ga je je ook steeds slechter voelen. Dus in die zin, ik zit er eigenlijk wel weer goed in. En het is natuurlijk heel erg spannend, december weer, van hoe ziet die scan er dan uit. En tot die tijd ga ik vooral heel veel dingen doen waar ik mezelf goed bij voel. En waarvan ik denk van dat mogelijk zou kunnen helpen om me mentaal gewoon sterk te houden en fysiek zo sterk mogelijk te worden. Want voor degenen die mijn boek misschien al hebben gelezen van Kapot Sterk, heb ik ook vermeld bij een van de laatste hoofdstukken. Dat de focus zozeer niet bij mij is om weer zo groot mogelijk en sterk mogelijk te worden, maar om mijn lijf zo fit mogelijk te krijgen, fysiek en mentaal, om nieuwe tegenslagen aan te kunnen gaan. En ja, ik ben geen toekomstkijker, maar ja, we zitten nu toch wel weer in zo'n situatie waarvan ik denk van hey, we moeten dat lijf weer zo sterk mogelijk zien te krijgen. Ja, dat eventjes als een ander soort video inhoud dan wat jullie misschien bij mij gewend zijn. Maar dit voelt voor mij ook wel weer goed om dat te kunnen delen. Dat durfde ik eerst niet. Dat wilde ik eerst niet. Omdat het toch, je laat toch iets. Het wordt toch een soort van meer werkelijkheid of zo. Maar dat stukje heb ik voor mezelf afgesloten. En ik wil vooral aan iedereen laten zien van dat je uit een negatieve situatie, dat het heel erg belangrijk is om zo positief mogelijk te blijven denken, te blijven doen. En ja, gewoon het pad te volgen wat voor je uitloopt. En als er hindernissen opkomen, dat we die aangaan, dat we sterker terugkomen dan ooit. Let's go!